wij staan vandaag voor het ziekenhuis Maastad om zo meteen cardioloog-intensivist Bob Eikenmans te interviewen. We gaan hem vragen naar zijn visie over de coronamaatregelen, zeker met betrekking tot de scholen en onze school. Maar voordat we naar binnen gaan, natuurlijk mondkapjes op. Nou ja, als eerste waar veel mensen op school toch bij zitten, is dat veel kinderen toch denken dat corona maar een griepje is en dat zij er eigenlijk niet heel bang voor hoeven zijn. Waarom is het volgens jou belangrijk dat het eigenlijk die kinderen wel echt serieus met corona omgaan? Kijk, corona is een virus, net als een griepvirus, wat op de luchtwegen slaat. En het heeft heel veel gelijkenissen. Het enige verschil is, dit coronavirus wat nu aanwezig is, dat kennen wij tot nu toe nog niet. Dat is begin van het jaar is dat opgekomen. Dus in de Nederlandse bevolking is er niemand die weerstand heeft tegen dat coronavirus. Dat betekent dat er veel meer mensen ziek kunnen gaan worden en zullen gaan worden als je niks doet dan bij een griepvirus. Als er veel mensen ziek worden, betekent dat een hele grote belasting op het zorgstelsel, zo ziek, zo groot, dat het ook overbelast kan raken. Daarbij komt dat een griepvirus een hele lage kans heeft om iemand uiteindelijk te laten overlijden. Dat zit in de orde van grootte van 0,1%. Dat klinkt als weinig, dat is ook best weinig. Maar dit coronavirus, dat heeft veel meer kans. En dat klinkt misschien nog steeds niet als heel veel als ik zeg 0,65 tot 0,85%. Maar dat is wel 6 keer zoveel. En waar bij de griepvirussen het met name oudere mensen zijn die te overlijden komen, zien we dat bij dit coronavirus dat het ook jongere mensen zijn die hier ziek van kunnen worden en te overlijden kunnen komen. En dan hebben we het met name ook over de categorie 40-50-plussers. Een andere vraag waar toch veel scholieren mee zaten is dat volgens de GGD moet je om een risico te vormen een kwartier binnen 1,5 meter van iemand met corona hebben gezeten. Als jij een risico wil vormen voor hen. Hoe besmettelijk is het virus nou eigenlijk? Als je dat de eisen zijn om een risico te vormen. Nou kijk, of je besmet wordt of niet hangt van heel veel factoren samen. En hoe langer je samen bent, hoe groter het risico is. En het klopt dat als jij vluchtig iemand langsloopt die toevallig corona heeft en die zeg je geen gedag en daar ga je geen gesprek mee aan, dan is de kans ontzettend klein dat je daardoor besmet wordt. Maar het is ook niet helemaal nul. En als jij kijkt op een dag hoe vaak jij nou bij mensen in de buurt bent, waar je langere tijd bij zit, dan merk je dat er toch wel heel erg veel contactmomenten zijn die risico kunnen vormen. En het is niet zo besmettelijk als bijvoorbeeld de mazelen, waar je gewoon weet dat iedere besmettelijke patiënt 16 anderen besmet. In dit geval gaat dat iets langzamer en dan is het dat één besmettelijke patiënt gemiddeld 1 of 2 of 3 mensen besmet. Dat is die R-factor waar ze het op het nieuws wel eens over hebben. Als die R-factor 1 is, dan is gemiddeld iedere zieke besmet een nieuwe en dan blijven er altijd ongeveer evenveel zieke mensen aanwezig. Op dit moment is die R-factor hoger, die is 1,27. Dat betekent dat wij dus meer mensen hebben die ziek worden dan het aantal besmetten wat we hadden. En dan ben je dus aan het stijgen. Dan betekent het dat je exponentieel aantal mensen wat je hebt tot de macht 1,27, reken maar uit, mensen hebt die ziek worden. En dat gaat harder en harder en harder. Dus ja, het is niet zo besmettelijk als dat het zou kunnen zijn. Maar je ziet het zelf, 6.000 mensen op een dag op het moment. Dat is niet weinig.